Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode voor alweer de 50ste aflevering van de series. Het gaat lekker. Nummer 50 is een bijzonder getal. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode. Heb jij de vorige video in Rusland gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien? Het kan recht moeten ietsje. Klik daarop, doe die video verschijnen natuurlijk. Ik zou zeggen, abonneer gewoon lekker voor meer. Like de video als jij hem leuk vond. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me ook even op sociale media en mijn gebruikersnaam in de beschrijving. We moeten een aantal evenementen gaan doen. Wat er moet voor gaan zorgen dat wij wat dingen kunnen gaan verbeteren. En dan zometeen volgt er een season break. Oftewel, na een tijdje is er geen race meer gereden, dus de fabrieken gaan een poosje dicht. We hebben voldoende cash om het contract met Max voor het volgende seizoen misschien te overhandelen. Onderhandelen bedoel ik, excuseer. We kunnen ook misschien kijken naar een andere rijder, maar dat is allemaal voor het einde van het seizoen. Eerst lekker dit seizoen afmaken hier in Mexico. De vorige wedstrijd in Rusland verliep erg goed voor ons, minder goed voor Max. Waarom, dat zeg ik even niet. En dan is het lekker kijken wat het dus gaat worden voor ons. Ik verwacht hier wel een sterke Max Verstappen. Kijken of de strategie hier goed is. Mexico, een lange wedstrijd, 36 rondes lang. Het circuit zelf is niet zo lang, maar goed, het kan wat saai worden. De kwalificatie wordt lekker droog in de race, dus geen regen verwacht. Zou ik zeggen, laten we lekker doorgaan met de kwalificatie voor de Grote Prijs van Mexico. We zijn aanbeland in Q1, lekker zonnig weer dus. Ik verwacht hier een bloedsnelle Max Verstappen. En zo niet, dan pakken wij gewoon pole, dat weet ik nu al. DRS hier geopend. Dan gaan we kijken wat dit rondje gaat opbrengen voor ons. De eerste bocht nemen wij goed. Over die curbzone heen springen. En een klein beetje te wijd en ik had een momentje overstuur en de voorvleugel is beschadigd. Dat merk ik sowieso, want ik heb gewoon weinig downforce nu. En dit rondje wordt geen toprondje, dat kan ik nu al voorspellen. Een P5 met een 1.16.8. Dus we zijn naar binnen geweest voor een nieuwe neus. En we zijn door naar P19 verwezen. Dus dit rondje moeten wij gewoon goed doen, anders zijn we eruit. Iedereen gaat nu weer een tweede run laten noteren. Kijken of wij zo meteen slipstream van iemand kunnen meenemen of meepakken. En kijken waar wij dan zo meteen staan. Met nog 2 minuten op de klok. Paars in sector 1, groen in sector 2. Pakken een track limit waarschuwing. Iets te wijd. En ik vergalopeer mij hier in die bocht. Een corner cutting waarschuwing krijgen wij. En waar staan wij op dit moment? We staan op een mooie P zoveel, denk ik. Weet ik niet zeker. Maar goed, we zijn aanbeland bij Q2. Ik ga mijn tijd gewoon op de softbanden neerzetten. Verstappen doet dat volgens mij op de medium compound. Dus dat kan nogal lastig worden voor mijn landgenoot en teamgenoot. Topsnelheid zit hier uitstekend. 347 km per uur. Waait hier wel behoorlijk. En het regent ook. Dus ik hoop niet dat je dat op de achtergrond hoort. Zo ja, excuseer daarvoor. En wij pakken de tijd af van Carlos Sainz met een 1.12.2. We zijn aanbeland bij de top 10 qualifying. En ik zal je één ding verklappen. Verstappen is niet door. Hij heeft zijn tijd op de mediumband gezet. En start dus als P12. Vijf minuten nog tot de sessie. En wij pakken pole met een 1.12.5. Dat is goed om te zien. En we gaan er nog een keer uit voor een tweede run.
hier in Mexico. Gelijk groen bij de Delta, dat is goed om te zien. Het is weer rood. We krijgen een track limit waarschuwing. Zetten rood in sector 1 neer, paars in sector 2 en groen in sector 3. En dat is een verbetering met een 1.12.2. Zijn 3/10 sneller. En wij pakken de pole position. Sainz na P2 op 2/10. Hamilton na P3 op 4/10. Verstappen start dus als P12. Waarom? Hij heeft zijn tijd op de medium band gezet en vond het belletjes. Dat dachten wij eerst ook, maar toen gingen we toch naar buiten voor de softbanden en dat heeft vruchten afgewerpt. Dus wij starten op P1 voor de grote prijs van Mexico. Daar gaan we dan voor de 50ste aflevering van F1 2021, My Team Career Mode. Here we go then, it's time to race in Mexico City, a place which gave Honda their first ever victory back in 1965. American Richie Ginther won from third on the grid. And what of the Honda-powered cars this year? Well, Red Bull have been going strong here in recent seasons, so can they keep that record going today? At 2,285 meters above sea level, the thin air of the Autódromo Hermanos Rodríguez poses a unique challenge, not just to a driver's skill, but to the efficiency of their engines as well. 17 corners make up a lap of this 2.6-mile circuit. And you can expect incredible speeds in excess of 220 miles per hour. And overtaking too, into the hard braking zones of turns 1 and turn 4. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. The Professor lines up on pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Leclerc, Ricciardo, Valtteri Bottas, and Perez, Joe, Verstappen, Gasly, and George Russell, Norris, Ilott, Marcus Armstrong, and Giovinazzi. Stroll, Lundgaard, Yuki Tsunoda. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. And Nicholas Latifi, Mick Schumacher, Mazepin, Sainz. They've taken a grid penalty. And Esteban Ocon rounds off the grid. And now it's time to head down to the track. Okay, we've already won the championship, so relax and enjoy this race. We moeten gewoon lekker relaxen, zegt Jeff. Waarom? We hebben beide kampioenschappen al gewonnen. Dus wat er nu komt is alleen maar bonus. We betrekken vanaf pole position voor de grote prijs van Mexico. Een lange wedstrijd, 36 rondes lang. Een tweestopper, soft, medium, medium. Verstappen vertrekt vanaf P12 op de grid. Wij dus vanaf pole. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 50. Hier in Mexico. De lampen zijn aan voor de grote prijs. En ze zijn... uit en we zijn onderweg. En Lewis Hamilton is al beter weg. Heeft al de leiding veroverd. Dat is snel gedaan. Dat is zo gedaan, zegt Lewis. En wij komen hier terug in de slipstream. Ook Ricciardo zit te kijken. We kijken naar de binnenkant van Hamilton. En we laten hem staan. Lewis moet ons ontwijken. En dan kan hier Lewis nergens naartoe. Want wij gooien de deuren gewoon dicht voor hem. En zo hebben wij de leiding weer heroverd. In de eerste ronde binnen een paar bochten tijd. We zetten ook gelijk paars in sector 1 neer. Dat is goed om te zien. We zitten in ronde nummer 2 als wij de snelste raceronde hebben genoteerd. Met een 1.18.3. Lewis Hamilton volgt op een seconde. En wij verbeteren naar een 1.16.4. 1,9 seconden sneller. DRS ingeschakeld door de race director. Lewis Hamilton kan daar geen gebruik van maken. Daniel Ricciardo kan daar wel gebruik van maken. Hetzelfde geldt voor Charles Leclerc en Valtteri Bottas. We stappen nog steeds op P12 volgens mij. Hij rijdt daar zich een beetje klem. Maar hij moet naar voren zien te komen. We zetten paars in sector 1 neer. Herhaling van de start dus.
voor de grote prijs van Mexico. Wij dus op pole position, Hamilton naast ons. En die kwam beter weg. We zijn de laatste tijd slecht weg. Zeker als wij vanaf pole position vertrekken. Gelukkig hebben we hier een lang recht stuk, dus we kunnen terugkomen in de slipstream van Lewis. Dat was ook even spannend met Charles Leclerc en Daniel Ricciardo. En dan remmen wij daar als laatste. Hamilton geblokt. En zo weer de leiding heroverd. Dat was goed om te zien. En Hamilton heeft het aan de stok met Charles Leclerc en Lando Norris. Aan boord bij de zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Hij was gewoon veel en veel beter weg. Afknijpen had al geen zin meer. Dat besefte ik al. Ik hield gewoon mijn lijn en ga nu terug in de slipstream van Lewis duiken om meer snelheid te genereren. Dan kijk ik hier naar de buitenkant en switch ik in één keer naar de binnenkant toe. En daar zit ik dan. Lewis, ja, die zag mij gewoon. En die hield alles mooi netjes. En we rijden al gelijk van Hamilton weg, dat zien jullie ook namelijk. We zitten in ronde nummer 10 van de wedstrijd. Lance Stroll uitgevallen in de wedstrijd. De eerste uitvaller van de dag. Een Aston Martin. Wat een verrassing. Lance Stroll, die hebben dit seizoen wel vaker pech. Merk ik. Hij staat stil bij sector 2. Jazeker. En Leclerc, Ricciardo en Hamilton zijn allemaal naar binnen gedoken voor de medium compound. Verstappen naar P4. Rijdt op die medium band. Herhaling dus van Lance Stroll. En hier is het dan gedaan. De motor houdt ermee op. Geen score voor Lance Stroll. Ik wou eigenlijk zeggen 0 punten. Alleen hij reed al niet in de punten. Dus ja, dan maakt het niks zo uit. Een DNF voor Lance Stroll. We zitten in ronde nummer 11 van de wedstrijd. Als dat gat naar Bottas 12 seconden is. En we duiken naar binnen voor onze eerste pitstop van de dag. We gaan naar de medium compound. En komen achter Verstappen terecht. Dat weet ik nu al waarom. Dat gat is groter dan 20 seconden. Sorry. Het gat is kleiner dan 20 seconden. Verstappen rijdt op 17 seconden ongeveer. 2,2 is de pitstop. Snelle pitstop. En Verstappen is ons gepasseerd. Nog één stop te gaan in onze strategie. En Verstappen heeft maar een voorsprong van 4 seconden. Dus we kunnen naar hem toe rijden op deze verse set mediums. Verstappen moet nog naar binnen voor zijn eerste pitstop. Bottas duikt ook naar binnen voor de medium compound. En in ronde nummer 13, begin ronde nummer 14, zijn wij bij Verstappen aangedrongen. We zetten ook de snelste race ronde neer met een 1.15.5. Zijn 3/10 sneller, hebben hier DRS van Max. Overteken op, slipstream, we kijken naar de buitenkant. We remmen later dan onze landgenoot en de leiding weer heroverd in ronde nummer 14. Dat is goed om te zien. En Verstappen kan hier niet terugkomen. Mooi. Nog 22 rondes te gaan in de wedstrijd, dus de race duurt gewoon nog lang. Maak wel een klein foutje. Maar Verstappen kan daar niet van profiteren. We zitten in ronde nummer 15 van de wedstrijd. Als Max naar binnen duikt. Hij trouwens alweer op de baan. Verstappen is alweer op de baan. En is naar de softbanden gegaan volgens mij. En komt achter Lewis Hamilton weer de baan op. Yes, verse soft. Blauwe vlaggen worden gezwaaid voor Nicolas Latifi in zijn Alfa Romeo. We zitten in ronde nummer 20. Het is geel in sector 1. Daar rijdt een Mercedes langzaam dit keer. En het is Lewis Hamilton die uitvalt. Lewis Hamilton uitgevallen in de wedstrijd. Nummer 2 stopt ermee. Letterlijk en figuurlijk, maar goed. En Latifi op een ronde gezet. En we gaan zo meteen ronde nummer 21 alweer in. En daar was de bevestiging dat Hamilton is uitgevallen in de wedstrijd. Samen met Lance Stroll. De Mercedes en de Mercedes kopie zijn uitgevallen. Hoe toevallig is dat?
Ik vind het heel toevallig, maar goed. Het gat naar Charles Leclerc is 6,2 seconden. En Charles Leclerc duikt naar binnen. Hij duikt dus naar binnen. Herhaling van wat Hamilton zag. Hij valt hier aan op Verstappen. Maar Verstappen blokkeert die buitenkant. Dan is hier Verstappen dan dus wel gezien, mijn teamgenoot. En Bottas zit daar ook gelijk te kijken. Oh, Verstappen zat dus in de sandwich. Van Mercedes. Oh, en hier verliest hij vermogen. Hetzelfde verhaal met Lance Stroll. Alleen dan is het dit keer de echte Mercedes die eruit valt. Niet de copycat. En Lewis moet hier wel even oppassen hoor. Die moet hier even voorzichtig aan gaan doen. Want hier kan het gevaarlijk zijn. Ja, hij zet hem hier ook precies stil. Net als Lance Stroll. Ronde 22. En daar is dan Yuki Tsunoda op een ronde. Sorry. Pierre Gasly op een ronde gezet. Want Yuki Tsunoda is de volgende. In ronde 22 alweer. Nog 14 rondes te gaan. En een component is al beschadigd. Dus die moeten wij in Brazilië hopelijk gaan wisselen. Gaan wisselen. Niet wissen. Want dat zou zonde zijn. Tsunoda moet aan de kant. Yuki Tsunoda moet aan de kant. Dat doet hij ook. En ook... Wie was dat eigenlijk? Schumacher? Jazeker. Mick Schumacher ook op een ronde gezet. De volgende heet dan... Giovinazzi. Want Stroll is uitgevallen. En we gaan ronde nummer 23 alweer in. Jazeker. Dat gat naar Verstappen is 20,3 seconden. Is naar de softbanden gegaan dus. Maar moet volgens mij nog een keer naar binnen. Want dat kan hij niet volhouden. Met nog ongeveer 13 rondes te gaan. Dan al op versleten softbanden rijden. Dat vind ik knap als je dat er nog vol kan houden. En Giovinazzi wordt ook op een ronde gezet. Vond je deze video nou leuk? Beloon dan zeker met een like. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Karim content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele video meer van me mist. Armstrong ook op een ronde gezet. Doet er wel wat langzaam en moeilijk over. Hebben daar een beetje last van de vuile lucht. Armstrong... wil nog niet aan de kant. En hier is het dan wel gedaan. Armstrong op een ronde gezet. Ik ben er niet echt blij mee. En snij wat naar zijn lijn toe om het te laten merken. En Verstappen nog steeds op P2. Kwam van P12. We zitten in ronde nummer 26. Als ik naar binnen wil voor mijn laatste pitstop, we gaan naar de softbanden. We gaan hetzelfde verhaal doen als Verstappen. Alleen dan doen wij het net andersom. Verstappen is medium soft soft. Wij doen soft medium soft. Want wij willen dat snelste racehonderdpunt afpakken van mijn teamgenoot. Het zou wel mooi zijn als dat gebeurt, maar ik weet het niet. De pitstop. 3 seconden. Wat aan de langzamere kant... En daar zijn de beide Alfa's. Sorry, 1 Alfa is mij gepasseerd. Want Christian Lundgaard is naar binnen gedoken. Of was dat Nicolas Latifi? Weet ik niet zeker trouwens. Maar geen pitstops meer te hoeven maken. Dat was trouwens Nicolas Latifi die naar binnen is gedoken. En daar is ook Lundgaard gezien. Vraagteken. Hij moet aan de kant. Doet hij dat ook? Een beetje moeizaam. Hij wil niet echt aan de kant. En dan rem ik hier laat om te laten merken dat wij hier niet van gediend zijn. Goed. Nog ongeveer, wat is het? Ja, nu nog 1 ronde te gaan. We zitten in ronde nummer 35 alweer. Verstappen op 13 seconden gereden. Dat maakt hij niet meer goed. Wij pakken dat snelste racehonderdpunt gewoon van hem af. Met een 1.14.3. Volgende heet dan Nikita Mazepin. Voor de tweede keer wordt hij op een ronde gezet. De laatste ronde loopt voor de Grote Prijs van Mexico. Dan gaan wij ons opmaken voor de Grote Prijs van Brazilië. En Mazepin hier dan gepasseerd. Jazeker. Komen wij dan nog andere blauwe vlaggen tegen? Dat is de vraag. Ik denk het niet. De component is wel beschadigd geraakt deze wedstrijd. Dus misschien moeten wij die gaan wisselen in de Grote Prijs van Brazilië. Ik weet wel, we gaan
de gearbox gewoon vervangen, waarom de gearbox heeft 6 wedstrijden overleefd. Simple as that, in het Engels. Verstappen op 12,6 seconden gereden. Leclerc op 17 seconden gereden. En Bottas zelfs op 37,7 seconden gereden. Dus hopelijk komt er geen regulatieverandering. Wat wou ik zeggen? Hopelijk komt er geen regulatieverandering in seizoen 4. Want de concurrentie is gewaarschuwd. We zijn gewoon weer een grote prijswinnaar in seizoen 3. We hebben tot nu toe alle grote prijzen gewonnen die er maar te winnen zijn in deze My Team Career Mode. En dat is op naar de grote prijs van Brazilië. That's a spectacular victory then, and with it the championship is secure. It's been a magnificent season and they thoroughly deserve the cheers of the crowd here today. Anthony, tell me, what was it that helped them achieve this success? Well, this was a real team victory. They put together a solid strategy today that appeared well suited to the conditions out on track. The driver did everything that was expected of them in the moment to really execute the team's plan to perfection, a shining example of how F1 really is a team sport. Well, what a thrilling end to an incredible Grand Prix weekend. Our top three finishers should be incredibly happy with what they were able to achieve out there today. Nou, hierbij dan dus de uitslag. Wij winnen dus de wedstrijd van Mexico, pakken ook dus nog het resultaat punt. Verstappen naar P2 van P8 doet hij goed hoor. Charles Leclerc naar het P3 pakt dat laatste podium dus. Ricciardo naar P4, Bottas 5, Lando Norris 6, Russell 7, Sainz 8, Perez 9 en Guanyu Zhou pakt het laatste punt voor Red Bull Racing. Ocon, Gasly, Aylet, Armstrong, Giovinazzi niet naar de punten. Tsunoda, Latifi niet naar de punten, Lundga, Schumacher, Mazepin allemaal op een ronde gezet, Hamilton en Stroll uitgevallen in de wedstrijd. 159 punten verschil naar Verstappen. En Perez en Leclerc knokken nog om P3. Hetzelfde geldt voor Ferrari en McLaren is het. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer je voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. Like de video als je hem leuk vond. Dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me ook even op sociale media. Mijn gebruik staat in de beschrijving. Dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij F1 2021 My Team Career Mode. Ga verder in Brazilië.